Mensen zijn in beweging. Ze werken actief aan een goede gezondheid. Sommigen proberen hun grenzen te verleggen. Anderen zijn gewoon op weg naar hun werk. Op het werk zitten ze stil of ze staan bij een pick-and-pack station. Goods to man krijgt de voorkeur boven man to goods. Nieuwe systemen dienen zich aan. Nieuwe vragen doen we op. Pick by Vision met Google Glass gaat zich wellicht bewijzen in het magazijn. De inleertijd is volgens de early adapters veel korter dan bij voice picking. Er zijn wel meer twijfels over wat techniek met mensen doet. Forever Direct zit in het mooiste DC van Europa, naar eigen zeggen. Pikken gebeurt daar semi-automatisch met Pick by Light. Dat is flexibeler dan voice, vindt men, en veel mensvriendelijker. Hoe dan ook, de productiviteit moet omhoog. Het aantal pikfouten omlaag. Veranderingen gaan erg snel. Niet iedereen kan dit allemaal bijbenen. Vergrijzing van het personeel is een trage, maar onomkeerbare trend. Steeds vaker is de rolcontainer schuldig aan de rollator. Want hoe zit het met de ergonomie? Zijn automatische systemen beter voor een mens? Biedt het werken in een geautomatiseerd warehouse voldoende uitdaging, voldoende perspectief? Het binnenhalen van jonge, energieke mensen is een serieus probleem. Nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt, die veranderingen toejuichen in plaats van ze te zien als een bedreiging. Heeft het wel zin om ze intensief te trainen en te begeleiden? Of gaan ze voor een grijpstuiver extra naar een DC verderop in de straat? Voor een mooiere werkplek misschien. Voor een baas die wel geleerd heeft om te luisteren. Sociale innovatie, een nieuw buzzword wellicht. Maar toch, mensen willen ruimte om mee te denken. Het gevoel actief te kunnen bijdragen. Misschien zorgt dat wel voor hogere prestaties dan het meest geavanceerde material handling systeem. Echte leiders in de logistiek zullen zich nu moeten bewijzen. Zij weten een optimale mix te vinden tussen twee uitersten. Aansprekende technologie om een maximale prestatie te kunnen neerzetten. En dat in een uitdagende werkomgeving. Maar ook gemotiveerde mensen die meedenken over innovatieve concepten. Die technische hulpmiddelen niet schuwen, maar koesteren. Mensen die bewegen, graag zelfs. Maar wel in dezelfde richting als het bedrijf.